op de Biba-boerderij. Het is giga gezellig hier, dus kom er lekker bij. Hoi, ik ben Bart. En ik ben Bibi. De dingedeertjes op de rij. De gigagroentes staan te trappelen. De Viva-fruitjes zijn zo blij. Welkom op de Biba-boerderij. Welkom op de Biba-boerderij. Welkom op de Biba-boerderij. Welkom op de Biba-boerderij. Op de Biba-boerderij. Hey, hoi. Welkom op de Biba-boerderij. Zal ik jullie eens iets heel bijzonders laten zien? Kom. Kijk eens, wat een gigatomaat. Hiermee ga ik de allergrootste tomatensandwich van de hele wereld maken. Hij is alleen nog niet rijp. Dus ga ik hem een handje helpen met deze zaklamp. Goed idee, hè? Word jij maar lekker snel rijp. Lekkere reuzentomaat van me. Bart, waar ben je nou? Bart! Bart, waar ben je nou? Oh. Bart? Kiekeboe. Ja, kiekeboe. Jij zou de keuken gaan vegen, dus wat doe je hier? Ik zoek de bezem. In de groentetuin? Ja, ik dacht... nou ja, misschien heeft iemand de tuin aangeveegd en is hem hier vergeten. En heb je daarom die zaklamp meegenomen, Bart? Daarmee wilde ik de bezem zoeken. Bart! Ah, oké. Ik heb iets heel bijzonders ontdekt. Kom mee. Hier, kijk. Oh, wauw. Een reuzentomaat. Ja. Alleen jammer dat hij nog niet helemaal rijp is. Wacht even. Bart, heb je daarom die zaklamp meegenomen? Ja, om hem een handje te helpen. Met wat extra licht, zodat hij snel rijp wordt. Oh, Bart, dat doet de natuur toch vanzelf? Heel veel buitenlucht, heel veel zonlicht. En dan wordt hij vanzelf rood. Het kost alleen een beetje tijd, Bart. Ja, maar hoeveel tijd dan? Ongeveer net zoveel tijd als het jou kost om de keuken te schrobben. Hop! Zo, vooruit! Hey, hallo, daar zijn we weer. Biba Banaan en Biba Piek. Met tellen, rijmen en kleuren. En misschien nog wel veel meer. Doe mee. Dag, hallo, meneer Biba Piek. Dag, hallo, mevrouw Biba Banaan. Wat vindt u van dit schilderij? Tja, ik weet niet. Die kleur. Precies, de kleur. Paars, daar hou ik niet zo van. Ja, geel misschien? Dat is het geel. Ah, nee, groen. Nee, geel is leuker. Geel. Nee, groen. Geel. Nee, 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 nee. Geel is een hele lelijke kleur. Geel, bah. Nee, ik bedoel, geel is natuurlijk een prachtige kleur. Hè? De mooiste kleur van allemaal, mevrouw Biba Banaan. Dag, hallo en vooral tot ziens, meneer Biba Piek. 1, 2, 3. Eigenlijk had ik Bibi beloofd de keuken te vegen. Maar ik ben zo nieuwsgierig of mijn reuzentomaat al wat roder is geworden. Nog steeds groen. Word nou rood. Doe dan, doe dan, doe dan. Zeg je iets? Huh? Nee hoor. Jawel. Jij zei, word nou rood. Doe dan, doe dan, doe dan. Ik had het tegen mijn tomaat. Jouw tomaat? Ja, ik heb een reuze tomaat gevonden. Hij is alleen nog niet rijp. Kijk. Wow, dat is inderdaad een gigantische tomaat. Maar ja, nog niet rijp inderdaad. Hé, weet jij veel van tomaten? Of ik veel weet van tomaten? Ik sta niet voor niets de hele tijd op de akker. Ik weet heel veel van bonen, aardappelen, spinazie, bloemkool. Maar hoe moet je ze sneller rijp laten worden? Wat? Hoe kun je tomaten sneller rijp laten worden? Tomaten houden heel erg van... Wat? Vertroetelen. Wat? Ja, tomaten vinden het heerlijk om vertroeteld te worden. Als een tomaat zich lekker vertroeteld voelt, dan zijn ze in een mum van tijd rood. Maar hoe vertroetel je nou een tomaat? Nou, gewoon zoals je iedereen vertroetelt. Je weet toch wel? Ja. Vertroetelen. Nou, ik ga maar weer eens naar de akker. Vogels verjagen. Succes met de tomaat. Dank je. Oh, het is Bibi. Alle bloemkolen. Ik heb de keuken nog helemaal niet geveegd. Kom al! Zeg, Wortel, hoe zag jij er vroeger eigenlijk uit? Oh, ik was een heel raar pintje, hoor. Dun en bleek, met zo'n grote bos knalgroen loof. Heel hip en alternatief. En jij, Tita Tomaat? Vroeger was ik een heel klein rond balletje. En knalgroen. Ik schaamde me dood. Ach ja, het valt niet mee om groen te zijn. Zeg, neem me niet kwalijk, zeg. Wat is er mis met groen? Bah, niks. Heel veel onrijpe dingen zijn groen. Nou ja, zeg. Ik ben hartstikke rijp en nog steeds helemaal groen. Mijn neef Piet Paprika is ook altijd groen gebleven. Sommige groentes hebben dat wiwawortel, die blijven altijd groen. Ja, en daarom heten ze ook groenten. Pienterepeen. Nou, maar niet allemaal, hoor. Sommige groenten en fruit krijgen een andere kleur. Zelfs na het plukken. Oh ja? Nou, dat wil ik nog wel eens zien. Goed, hoor. Kijk maar naar het filmpje. Ja, filmpje! Hé, wacht even! Boon weer vooruit. Net goed. Hé, dag kindjes. Wat gaan ze doen? Naar de winkel. Ze gaan bananen kopen. Oh, lekker hoor, bananen. Eerst even wegen. En hop, op de knop. Knop? Voor het bonnetje. Het bananenbonnetje. Oh, zo ja. Hé, waar gaan die bananen naartoe? Naar de kassa's, Persiboon. Je moet ze natuurlijk wel eerst betalen. Bananen voor jou. Dankjewel. Oh ja, dat wist ik heus wel, hoor. Bananen. Tot ziens. Wat gaan ze met die bananen doen? Opeten natuurlijk. Bananen zijn ontzettend lekker. Ja, maar deze bananen zijn volgens mij nog niet helemaal rijp. Dat geeft toch niet? Oeps. Niet echt lekker, dacht ik wel. Jammer, niets aan te doen. Nou, als je de bananen rustig laat liggen, worden ze vanzelf rijp. Helemaal vanzelf? Ja hoor, kijk maar. Hé, hij is geel geworden. Nee, bruin. Niet te lang laten liggen, hoor. Oeps. Oh, dag, lieve kindjes, dag. Doei. Nou, die moet een nieuwe banaan kopen. Ja. Viva zegt dat je een tomaat moet vertroetelen om hem snel rijp te laten worden. Maar hoe vertroetel je nou een tomaat? Wacht eens even. Misschien wil mijn tomaat wel een lekker zacht kussentje. Ja, natuurlijk. Dat is het. Zo vertroetel je een tomaat. Viva! Viva! Zo. Wordt maar lekker snel rijp. lekkere supertomaat van me. Dit bedoel je toch? Met vertroetelen? Ik geloof van wel, ja. Lekker vertroetelen, dan is hij binnen mum van tijd rijp. Ik zie nog niks. Weet je het zeker? Misschien ligt hij niet lekker genoeg. Mm-hmm. Ik zal hem nog eens omdraaien. Doe je wel voorzichtig? Ja. Laat mij maar even. Ik doe het wel. Nee. Het is mijn tomaat. Oh. Tomaatje. Oh. Hij is afgebroken, mijn tomaat. Weet je wat jij moet eten? Gigagroentes. Weet je wat jij moet eten? Gigagroentes zijn goed voor jou. Groen en dun en een beetje stoer, maar eigenlijk heel gewoon. Ik maak vaak een grap, soms pakken ze me terug, dat is mijn verdiende loon. Ik ben de Biba, de Biba. Ik ben de Biba-boon. Oh ja! Weet je wat jij moet eten? Gigagroentes. Weet je wat jij moet eten? Gigagroentes zijn goed voor jou. Oh, jammer. We moeten hem maar weggooien. Mijn lieve, mooie, reuze tomaat. Bart, jij zou toch gaan vegen? Ja, dat ga ik zo wel doen. Hé, de reuze tomaat. Huh? Wat doet die hier? Ja. Ik was hem aan het vertroetelen en toen is hij afgebroken bij de steel. Vertroetelen? Ja, ik had hem op een lekker zacht kussentje gelegd. En toen ik hem omdraaide op zijn bedje, krak. Een lekker zacht kussentje? Ja, om hem sneller rijp te laten worden. Meneertje ongeduld, dat gebeurt vanzelf, dat doet de natuur. Huh? Helpt dat vertroetelen dan niet? Nee, natuurlijk niet. Een tomaat is toch geen mens? Maar wie heeft je dat eigenlijk wijsgemaakt? Nou? Ik dacht dat... misschien was ik in de war met... ik moet heel even naar de akker om de kraaien weg te jagen, hè? Doei! Oh, wat zijn jullie toch een stelletje suffers. Bart, weet je wat je moet doen? Nee. Gewoon rustig wachten. Dan komt het vanzelf goed. Maar nu is het toch al te laat? Hij wordt toch niet meer rood nu? Ach, natuurlijk wel. We leggen hem straks in de vensterbank... en dan is hij over een paar dagen een rode en sappige reuzentomaat. Echt? Kan ik dan over een paar dagen toch mijn super tomatensandwich maken? Yes! En weet je waar tomaten nog blijer van worden? Nee? Waar ze nog vrolijker en hysterischer van worden? Nee, slaapliedjes zingen... verhaaltjes vertellen? Nee, een blinkende schone keuken. Ah. Alsjeblieft, Bart. Veel plezier met vegen. Oh. Ach, nou ja. In ieder geval kan ik zo wel goed mijn tomaten in de gaten houden. Is het nu alweer afgelopen? Wat vliegt de tijd, hè? Kom, Bibi, dan gaan we zwaaien. Ja! Dit was het, de groetjes tot de volgende keer. Als morgen de haan kraait, dan zijn we er weer. Met nieuwe avonturen ben jij er dan bij. Tot ziens op de Biba, we zien je op de Biba, de Biba-boerderij.